Vandaag een heel feestelijk moment. Namelijk dat we de mensen uit de omgeving de nieuwe weg willen laten zien. En dat ze erop kunnen wandelen, fietsen, hardlopen, skileren. Alleen het weer zit niet mee. Dat mensen na de lunch denken, we gaan toch nog even op de N18 kijken. Het wordt iets droger. Misschien iets minder wind, klaart iets op. Daar hopen we op. En dan moet het toch een geslaagde dag worden. Ik heb hier vanmorgen op de N18 hard gelopen. En ik vond het een echt waanzinnig leuke ervaring. Er zijn auto's tegengekomen, maar dat waren auto's van werkverkeer. En die remden netjes af. Dan loop ik hier regelmatig wel in de buurt. Maar dit is natuurlijk even een leuk uitje om op de weg te... Hier te lopen waar het nu nog wel kan. Maar als ik dit zo zie, dit lijkt me een hele mooie gladde weg. Ik vind het jammer dat het morgen wordt overgesteld voor auto's.